Vanaf 2 juni mogen jullie weer in levende lijven naar school. Eerst voor een ontmoeting met je mentor en een aantal klasgenoten en vanaf 8 juni voor lessen. Details daarover hebben jij en je ouders ontvangen via de mail. Maar het Canisius College op 1,5 meter, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Bij aankomst zoek je een vrije ruimte in de fietsenstalling. Let op dat je steeds 1,5 meter ruimte houdt van je andere leerlingen. Dus ook elkaar begroet is op afstand. Als je fiets hebt weggezet, ga je via het lange pad naar de hoofdingang. Word je naar school gebracht, laat je dan afzetten op de parkeerplaats aan de Ubbergse Veldweg. Zo zorgen we ervoor dat je elkaar zo weinig mogelijk hoeft te kruisen. Zorg dat je niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de les het terrein opkomt. Ben je op het schoolterrein, dan loop je meteen door naar het lokaal. Dat gaat zo. Vanaf 2 juni geldt hier een A- en een B-route. Deze route volg je volgens het nieuwe rooster. Heb je les in een A-lokaal, dan volg je de A-route. En heb je les in een B-lokaal, volg je de B-route. Desinfecteer even je handen als je de school binnenloopt bij een desinfectiepompje die aan beide ingangen staan. In de gangen zijn looproutes aangegeven. Via deze looproutes loop je naar jouw lokaal. Vanaf nu gebruik je je kluisje niet meer en neem je dus je jas en je tas mee het lokaal in. Bij binnenkomst desinfecteer je je handen en je eigen tafeltje even goed. In de lokalen blijven ramen en deuren zoveel mogelijk openstaan voor frisse lucht. Je zit met maximaal 9 leerlingen in een lokaal en alle andere leerlingen volgen een les of een gedeelte van de les op afstand online thuis. Je blijft tijdens je rooster in hetzelfde lokaal. Vanaf nu wisselen de docenten van lokaal. Voor clustergroepen geldt dat er wel af en toe gewisseld moet worden. Deze leerlingen kunnen ook af en toe een tussenuur hebben, waarvoor een ruimte toegewezen is om zelfstandig te studeren of te werken. Maar hoe ziet je dag er nou eigenlijk uit? We volgen het gewone rooster, dus steeds 50 minuten les en 3 pauzes. Tijdens de 2 kleine pauzes blijf je in het lokaal, maar tijdens de grote pauze ga je even een frisse neus halen. De kantine blijft dicht. Zorg zelf voor eten en drinken. Eten en drinken kan dus alleen maar in het lokaal of buiten en echt niet op de gangen. Tijdens de grote pauze mag je naar buiten via de aangegeven looproutes. Zit je in gebouw A, dan is je grote pauze buiten achter de kantine. Zit je in gebouw B, dan is je grote pauze buiten aan de voorkant van de Bergendalseweg. Je kan tijdens de les naar het toilet in het dichtstbijzijnde toiletblok. Per blok is er maar 1 toilet open. Is dat toilet bezet, wacht dan eventjes buiten of afstand tot de andere persoon klaar is. Zit je schooldag er dan op? Dan ga je via de looproute naar uitgang A of uitgang B naar de fietsenstalling en dan ga je meteen naar huis zonder eventjes te kletsen. En onthoud, misschien ben jij niet zo bang om ziek te worden, maar er lopen hier ook kwetsbare leerlingen rond of leerlingen met kwetsbare ouders. We weten dat het erg lastig is, maar probeer verantwoordelijk te blijven en samen maken we er het beste van.